drie. 1, 2. Nou! Oké, nog een keer. Dit dus. Nou win jij voor de tweede keer. En ik zie dus niet aan jou dat jij blij bent. Als ik zou winnen, dan ga ik dansend door de straten. Waarom is dat bij jou niet? Jij bent gewoon helemaal niet blij dat je wint. Ik ben wel blij, maar gewoon diep van binnen in mijn hoofd. Nou, ik wil dat feestje ook mee vieren. Nou, ja, jij kunt niet in mijn hoofd kijken, maar ik weet wel een plek waar dat kan op zich. Een heel speciaal onderzoekbureau, waar ze met een heel indrukwekkend apparaat in mijn kopje kunnen kijken. Dat alles wat je hoort, ziet en ruikt via je hersenen gaat, dat weet je vast wel. Maar gevoelens gaan ook via de hersenen. En wat waar gebeurt in je brein, dat onderzoeken ze hier. Dit zijn Mara en Michelle. Zij zijn hersenonderzoekers. Zij gebruiken daarvoor een mysterieus apparaat. Hey. Hey. Jullie zijn onderzoekers en jullie kunnen in mijn hoofd kijken, of niet? Ja, en dat doen we met de MRI-scan. En dit is dat mysterieuze apparaat, de MRI. Die afkorting staat voor Magnetic Resonance Imaging. Er zit dus een magneet in. Een enorme magneet. Voordat je die scanner ingaat, wil ik even heel zeker weten dat je niks van metaal bij je hebt. Heb je iets in je zakken? Oh ja, sleutel. Ja. Muntje. Ja. Die ring. Ik ben er klaar voor. Hoe kan een magneet nou laten zien wat er in je hersenen gebeurt? Dat kan doordat in je bloed kleine ijzerdeeltjes zitten. En denk nou niet aan de schroeven en beitels uit de gereedschapskist thuis. Nee, het zijn piepkleine ijzerionen. Nee, kleiner nog. Deze ijzerionen zitten in je rode bloedcellen. En die zorgen ervoor dat er zuurstof naar je hersenen wordt gebracht. De enorme magneet in de MRI kan de ijzerionen laten trillen. En daar worden met de computer plaatjes van gemaakt. Je mag voor me uitlopen. Spannend. En hier naartoe lopen. Jullie mogen even hier blijven. Ah, maar de microfoon mag hier wel mee? Nee, hier moet ook even buiten blijven. Er zit ook metaal in. Jammer, jongens. Oké, de cameraploeg blijft op een afstandje. Maar waarom mag al dat metaal eigenlijk niet naar binnen? Ik heb hier twee paperclips aan een touwtje. En zoals je ziet, het touwtje is gewoon zat. Maar als ik hem naar de scanner toe hou... Nou, Dit is echt nog niet zo. Zie je? Wordt hier gewoon naartoe getrokken. Nou, wordt er echt naartoe getrokken. Hij trekt behoorlijk hard. Dus ik hou hem ook stevig vast. Eens dat ik dan verder er vandaan loop... Ja. Worden ze minder. Ja. Maar nu is het tijd voor de test. Kun je in Alberts hersenen zien dat hij blij is? Albert gaat zo een spelletje doen. En terwijl hij daarmee bezig is, maken Mara en Michelle foto's van Alberts hersenen. Klik en dan zit hij vast. Albert mag absoluut niet bewegen in de scan en daarom krijgt hij een soort helm op. Ja, alsof ik afgeschoten ga worden naar de ruimte. Hij moet zo min mogelijk bewegen, want we maken eigenlijk heel veel foto's kort achter elkaar, zodat we er een filmpje van kunnen maken. En dan willen we natuurlijk wel dat zijn hoofd op foto 1 op dezelfde plek ligt als op foto 50, want anders klopt het filmpje niet. Hey Albert, kun je me goed verstaan? Ja. Oké, helemaal goed. Dan gaan we zo beginnen. Ik ga zo de eerste scan voor je opstarten. Die duurt heel kort, dus ik kom al snel weer met je praten, oké? Ja. Oké. Ik hoor een superhard lawaai nu. Dwars door al die oren op me heen. Alsof ik afgeschoten word of zo. Oké, Albert, we gaan beginnen met het eerste spelletje. Nou, dit is dus eigenlijk wat Albert ziet door het spiegeltje op de helm. En dit is eigenlijk wat wij zien. Er worden nu heel veel foto's gemaakt. En die maken eigenlijk een 3D-versie van het brein die we kunnen bekijken. Albert ziet allemaal plaatjes voorbij komen. Van sommigen wordt hij blij en van anderen niet. Ik zie een duimpje omhoog met een gezicht die gewoon heel neutraal kijkt. Oh, nu moet ik drukken. En nu zie ik gewoon een rondje met een gezicht. Een grijs rondje. Daar word ik wel een beetje depri van, denk ik. Nu staat het duimpje omlaag. En door die dingen met elkaar te vergelijken, kunnen we dan eigenlijk zien wat gebeurt er nou specifiek in het brein als Albert bijvoorbeeld heel blij ergens om wordt. De scan is klaar. Albert mag eruit. Hey Albert, ging supergoed, hè? Pas op dat je er niet op valt. Jongen. Hey.
Ik ben helemaal benieuwd. Wat heb je allemaal gezien? We hebben nu dus eigenlijk allemaal foto's gemaakt van je brein. Dan kunnen we bijvoorbeeld zien dat terwijl je duim omhoog ging, dat er dan activatie is eigenlijk in deze gebiedjes. Dat gebied zien we dat dat vaak actief wordt, zoals je blij wordt van iets, als je geld wint of als je positieve reacties krijgt. Dus als je een complimentje krijgt of iets wint, ja, dan gaan daar alle bellen rinkelen, ja, zeg maar. Ja. Maar ik heb nu dus wel bewijs dat het in mijn hoofd heus wel er heel blij aan toe gaat als ik van buiten helemaal niks laat zien, als ik iets heb gewonnen of zo. Ja, precies. Heb je daar een printje van, dat ik het kan meenemen naar Rachel? Ja, die kan ik wel voor je maken. Ja? Top. Kijk. Eén groot feest in mijn hersenen. Nu is het tijd voor feest in mijn hersenen. Ik ben klaar om je te verslaan. Oké. Ready? Gewonnen.